Wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Tijdens de avond en nacht is er kans op enkele buien, meer in het binnenland, waar er ook onweer mogelijk is tijdens de avond. Aan het eind van de nacht ontwikkelt zich nevel of mist in enkele gebieden. Morgen, zaterdag 9 december, zal het in de ochtend lokaal bewolkt zijn met een mogelijke regenbui. Gedurende de middag en avond is er lokaal kans op enkele buien die soms gepaard gaan met onweer. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat het morgen lokaal winderig zal zijn.